dus aan een Jelsma. Ik woon in Tienje. We zijn hier in Luxwalde bij stal Teda. Die zijn mijn Paak en Beppe vroeger begonnen met Friese paarden. Ze zijn hier eerst boer geweest. Paak is gestopt met boeren en toen heeft hij de merrie Teda gekocht. Teda, daar heeft hij best wel veel successen mee behaald. Hij heeft mee getuigd. Een paar keer mee naar de vakdag geweest. Centrale keuring, hij had weer de kampioen. Merrie is eerste premie ster, is preferent geworden. Uit Teda heeft hij natuurlijk meerdere nakomelingen gefokt, waaronder Nanka. Nanka, daar heeft hij de merrie Nienke J uitgefokt. Nienke J was een Ulbert keer Oege. En die wou hij wel graag aanhouden. Voor dat merrie veulen zochten wij toen in die tijd een weidemaatje erbij. En dat was Minke van Bergen. Ik neem jullie even mee in de stal waar de paarden staan. Hier staat Minke. Merrie Minke van Dertgen. Minke is een Monte keer Oeke. Minke komt uit stam 15. Ze is 1,67. Het is een voorlopig kroonmerrie. Ze komt uit het bekende Femke van Dertgen. Femke kennen jullie vast wel van de hengst Johannes. Minke is een aantal keren op de vakdag geweest. Ze heeft 9 keer een eerste premie gehaald. Ze is ook een aantal keren meegeweest naar de centrale keuring. Voorlopig kroon verklaard, een paar keer meegelopen in de kampioensring, dus zegt wel iets over de kwaliteit van deze merrie. Minke heeft al 11 nakomelingen, waaronder 1 keer Jasper, 8 keer Felle en 2 keer een Tiede. Voor aankomend seizoen komt ze onder Tiemen. Ze is nu helaas niet drachtig. Het is een 9-jarige felle nakomeling met Minke. Marit is 1,70 hoog. Tweede premie stermerrie met een IBOP van 77 punten. Marit staat momenteel in training bij Stoetruit Zwarte Peert bij Udo de Haan. Udo die gaat haar voor het sportpredicaat rijden. Ik laat straks nog even een stukje van de training zien. Marit is momenteel niet drachtig. Wel hebben we al 2 nakomelingen gevakt uit haar. Eén van een Ulrich Merrie, die staat nu in Frankrijk. En die is dit jaar 3 jaar, dus die gaat hopelijk naar de keuring. We hebben ook nog een Tiemen nakomeling uit Marit. Met de Marit AJ. Die staat in opvak. Daar gaan we straks ook nog even kijken. Marit komt dit jaar weer onder de hengst. We hebben dit jaar gekozen voor de hengst Fouke. Fouke is een Johannes nakomeling, dus inteeltpercentage ligt iets hoger. Die vrouw heeft een ontzettend sterke moederlijn, dus wel heel erg interessant. Qua bloedvoering vind ik het een super interessante hengst. Fokken is altijd een gok, dus dit ook. Dus we gaan het zien wat het wordt.
het AJ. Dit is een team een keer Velle uit Marit. Tweede premie behaald op de keuring. 7,5 op draf, een half puntje na had ze de eerste premie behaald. Het is nu een enter. Ze staat in opvak. Ze gaat straks de weide in. En we gaan zien wat dit wordt in de toekomst.